Rick, ben je teleurgesteld? Ja, zeker. Je moet de wedstrijd in het slot gooien, niet gedaan. Hoe kan dat toch? Ja, het is moeilijk aan te geven, want er zijn natuurlijk veel spelers die uiteindelijk de wedstrijd kunnen beslissen. Ja, niet gelukt. Is zoiets trainbaar? Natuurlijk trainen we erop, we kijken beelden. Maar uiteindelijk moet je toch het venijn hebben in de schoten, het venijn hebben in je actie afmaken. Nou ja, dat was te weinig. Ja. Rust het misschien ook een beetje op zelfvertrouwen wat er dan te weinig is? Nou, ik denk niet dat het per se met zelfvertrouwen te maken heeft. Ik denk dat het net even de mindset is om hem wel te killen. Omdat uiteindelijk creëer je wel natuurlijk heel veel kansen. En is het gewoon zonde en verdient de ploeg het ook niet om het zo te laten liggen. Als je naar heel die wedstrijd kijkt, is 1-1 dan misschien ook wel een terechte stand gezien dat wat Zwolle liet zien vandaag? Zeker, ik vond Zwolle ook een goede partij spelen. Spelen met veel intensiteit, spelen met heel veel lef, heel veel mensen voor de bal. Aan de andere kant, dat wisten we, dat hebben we denk ik redelijk goed tegengehouden. En we zijn daar gewoon een aantal keren heel goed uitgekomen via de counter. Alleen ja, niet afgemaakt. Wat voor grote lessen kun je hier nou uithalen uit zo'n wedstrijd? Want je gaat het over een dikke week weer treffen in Tilburg waarschijnlijk. Ja, dat je natuurlijk gewoon dodelijk moet zijn als ploeg. Omdat het dan natuurlijk een stuk makkelijker voetbalt als je uiteindelijk uitloopt met een grotere voorsprong. Ja, en dat is waar we de komende dagen aan gaan werken. Ja. Want aan het zelfvertrouwen is vandaag denk ik niet echt gewerkt, of wel? Nou ja, wel dat je natuurlijk die kansen creëert. Kijk, het is wel fijn natuurlijk als trainer zijn dat je zoveel kansen creëert. Ja, je hoopt wel dat ze erin gaan natuurlijk. Ja. Want je bent een keer naar het uitvak rennen na 2-3 een overwinning. Ja, nee, inderdaad. Dus dat is zonde. Hoe gaan jullie uiteindelijk zorgen dat je echt in een bepaalde flow komt richting de play-offs en dat soort kansen er wel in gaan? Wat is dat toch? Kijk, daar zijn we nu mee bezig, omdat het creëren van de kansen, het staan zoals wij staan om de kansen ook te creëren, dat gaat natuurlijk steeds beter. Nou, alleen uiteindelijk draait voetbal om scoren en dat doen we te weinig.